Tim van Gulik, hoe sta je hier na met 19-1 te zijn, met alle respect, afgedroogd door ProRecco? Wat een ploeg, hè? Ja, ongelooflijk. Het was denk ik wel de beste ploeg waar ik ooit tegen gespeeld heb. Hadden we van tevoren verwacht, maar we werden aardig overrompeld. Ondanks dat we van tevoren de opdracht hadden gekregen dat het wat lastiger zou worden natuurlijk. Maar we hebben denk ik wel onze huid goed verkocht. Ja, waar baseer je dat op? Nou, we hebben gewoon alles gegeven wat we in ons hadden. Wat heel, heel lastig was, is dat als de coaches wat riepen, op de juiste manier terugzakken of juist pressen, dat hoorde je gewoon niet in dit zwembad. Dus dat is wel eens lastig, moet je op je eigen instinct afgaan. Maar individueel zulke goede spelers zijn. Ze spelen ook bijna geen systeem, ze spelen gewoon individueel en maakt niet uit wie hem afmaakt. En complimenten voor hun. Jij kan hier nog om lachen, althans niet om de nederlaag natuurlijk, maar je staat hier nog met een glimlach op je gezicht. Jij kan ook genieten van dit avontuur, jij bent een jongen die de 30 gepasseerd is. Geldt niet voor al jouw ploeggenoten, hoe is de sfeer? Nou, je moet natuurlijk wel reëel zijn. Kijk, niemand kan tegen zijn verlies bij ons in de ploeg. Dat blijkt wel. Zeker een stuk of 6, 7 jongens die lieten zich even horen in de kleedkamer. Maar niet dat we ruzie zoeken of weet ik veel wat, rustig blijven. Je weet dat dit kan gebeuren, maar ja, we kunnen gewoon niet tegen ons verlies. Daar zijn we topsporters voor. En ja, ik ben daar ook de een van. Ja, ik liep af en toe ook even gaan. Maar uiteindelijk dan ben je één team en moet je rustig blijven en gewoon reëel nadenken. Heb jij tussen alles door genoten? Ja, absoluut, absoluut. Ik heb 8, 9, 10 jaar geleden heb ik een aantal keren in Europa mogen spelen met mijn andere ploeg, ZPB Barendrecht. En daar stond ik meer stijf van de spanning en van wat overkomt me. En nu ben ik alleen maar aan het genieten en ik weet donders goed waar ik mee bezig ben. En ik ben juist met de jonge jongens bezig om die ook te laten genieten. Zodat ze laten denken van kijk eens wat ik allemaal meegemaakt heb. En elke minuut die ze pakken moeten ze ook echt van genieten. Laten we daarmee afsluiten. Tot slot, wat moet je hier uithalen als ploeg? Nou ja, dat je tegen de beste ploeg hebt gespeeld. Dat de andere ploegen ook gewoon heel sterk zijn in de pool. Maar daar zullen 3, 4, 5 spelers uitblinken. En hier zijn het er gewoon alle 12. En als je deze tegenstand hebt gehad, dan zal het altijd iets makkelijker gaan worden, hopelijk.